Goedenavond kijkers en welkom bij een gloednieuwe aflevering van het programma To The Point hier op Appinti Televisie. Vandaag ietsje een beetje over het hoger onderwijs, maar dan niet inhoudelijk. Maar we praten wel over de Adecus en die is binnenkort 50 jaar. Althans, we staan stil dit jaar bij 50 jaar Adecus en daar zijn wat mooie ontwikkelingen gaande. Je weet, als je ergens hebt gestudeerd, is het soms tijd om terug te gaan naar het instituut en te kijken hoe dat daar allemaal toe gaat. Je bijdrage te leveren, verrijkt met de praktijkervaring. En dat hebben we dus in de studio. We hebben natuurlijk één die terug gaat om te ondersteunen en één die nu daar aan het ondersteunen is. Sabina de Vries, Vincent, welkom. Dank u wel. Laat mij beginnen met de universiteit. 50 jaar kunnen we als Suriname zeggen dat we trots zijn op waar de universiteit nu staat. En dan kijk ik naar Sabine. Absoluut. We hebben al verschillende mijlpalen bereikt. We zijn natuurlijk in een proces van ontwikkeling. Het hele land en natuurlijk ook de universiteit. Dus we hebben al verschillende mijlpalen behaald. We hebben recent enkele nieuwe faculteiten erbij, zoals de juridische faculteit van de juridische wetenschappen, faculteit der humaniora en de faculteit wis en natuurkunde. Dat zijn enkele recente ontwikkelingen, positieve ontwikkelingen die de groei binnen de universiteit aangeven. Ja, we mogen dus stellen dat los van de groei die er is, het zou vreemd zijn als er geen groei was, anders bestonden ze geen 50 jaar. Maar we mogen zeggen dus dat die universiteit er wel mag zijn. Absoluut. Ja. Vincent, ik zei het, verrijkt met praktische kennis. Ga je nu terug, althans samen met jou anderen, die zeggen het is tijd nu voor een alumni, Nederlandse organisatie, die zal kijken naar oud-studenten, mensen die daar de basis hebben gehad voor wat ze nu zijn, om terug te gaan naar die organisatie en te kijken naar van waar het initiatief? Nou, ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk, vorig jaar bij de pre-activiteiten van de universiteit op de kennisbeurs ben ik betrokken geraakt om door ook wat te ondersteunen bij de communicatie. En toen ben ik heel getriggerd door een thema die daar werd gehanteerd, kennis als motor van ontwikkeling. Maar ook alles wat toen werd gepresenteerd en de hele, de energy van de zaken die werden gepresenteerd door de universiteit. En toen ben ik bij mezelf gaan kijken, hey, maar ik ben ook afgestudeerd toen in 2000. En inderdaad geen wezenlijke duurzame bijdrage meer geleverd. Ik ben niet als docent teruggegaan of trouwens ik ben ook in een heel andere richting terechtgekomen. Maar dat heeft mij getriggerd en afgelopen, ik denk 2-3 maanden geleden, ben ik toen weer benaderd geworden om inderdaad in de subcommissie fundraising en mobilisatie, die onder andere als totaal van de jubileumviering van de universiteit te ondersteunen naar dus die 50 jaar viering toe, gevraagd om dat ook te ondersteunen. En bij de discussies over de mobilisatie en ook het thema kennis als motor van ontwikkeling, eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat de universiteit, zoals Sabine zegt, een heel aantal goede dingen nu doet, positief. Maar dat om het imago nog groter te versterken, de alumni in de samenleving natuurlijk ook een bijdrage moeten leveren. En vandaar dat ik samen met het hele team, onze commissie, hebben gezegd van we moeten gewoon die associatie oprichten. En we staan dus nu op dat punt om dat te doen op een manier samen met de universiteit natuurlijk. En het is een mooi moment om 50 jaar ook op die manier in te gaan. Is het niet vreemd dat die organisatie, die associatie er niet eerder was? Eigenlijk 50 jaar, heer Bijisma. Ja. En dan ga je nu pas kijken waar die kleinkinderen en die kinderen en die achterkleinkinderen zijn. Wat ze allemaal zijn geworden. Je moet het altijd zo zien, als je een manjaboom plant en wil vruchten plukken, dan duurt het even voor je die rijpe manja's kan plukken. Nou, de tijd is nu rijp. Ja, maar dan heb je in al die 50 jaar heb je zoveel plantjes daaronder gehad, mensen hebben ze. En dan ga je nu even kijken in welke werelddelen alle kinderen nu zijn. Ja, dat is vaak onderdeel van een stukje ontwikkeling die we hebben. En het komt misschien eerder inderdaad, als we kijken naar 50 jaar. Maar de realiteit is dat er pogingen zijn gewaagd.
Er zijn trouwens ook bij de nieuwe faculteiten al verenigingen opgezet. Die moesten er zijn, dus die zijn nu ook, die bestaan er. Alleen, de uitdaging is inderdaad dat als je zoiets hebt, een vereniging, dat het gaat werken, dat het gaat functioneren. En wij staan nu op het punt waarbij we zeggen, we richten het op met een strategisch plan. We kijken ook naar de toekomst, hoe we kunnen ondersteunen om hem inderdaad te laten werken. En daar staan we nu. Ja, Sabina, als je ervan uitgaat, je zit nu bij de universiteit. Ja, dat klopt. De universiteit die keek naar die ontwikkeling. Jongens en meisjes die daar waren, die zijn bijna, kan je zeggen, terug om te kijken waar ze die organisatie kunnen ondersteunen. Hoe komt dat bij de actieve universiteit over? Nou, ik denk dat het een hele een goed initiatief is, omdat de brug naar de samenleving nog niet optimaal is. En dat kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en op verschillende manieren worden vormgegeven. Maar eigenlijk wetenschap in dienst van de wetenschap in dienst van de maatschappij. Dat onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk worden gebruikt, zodat er evidence-based beleid kan worden ontwikkeld en ook worden geïmplementeerd. En omgekeerd in de samenleving zijn er bepaalde vraagstukken. Ik ben zelf socioloog, dus ik denk dan meer aan de sociale vraagstukken, maar er zijn ook economische vraagstukken en noem maar op. Dat als er signalen in de samenleving zijn, dat er dus in samenwerking gewerkt kan worden aan een oplossing of in ieder geval aan een evaluatie, dat er data verzameld wordt ten behoeve van verbetering van any vlak, any gebied, of het nou milieu is of gezondheidszorg of inderdaad sociale zaken. Ja. Je merkt in de wereld dus dat dit soort platformen, dit soort organisaties, associaties van oud-studenten, et cetera, vaak ook worden ingezet bij besluitvormingen. Mm-hmm. We kijken naar de evaluatie de afgelopen 50 jaar en nu een forecast. Mm-hmm. Je neemt vaak mee mensen die in dat bootje zijn geweest, yeah. Mensen die ervaring buiten hebben opgedaan, vaak zich verder hebben laten scholen, yeah. Met de praktijkervaring, neem je mee in besluitvorming. Welke rol zal deze associatie moeten krijgen volgens jou in besluitvorming voor de komende 50 jaar? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat het gedeeltelijk afhangt van de ondersteuning die we krijgen. De rol die wij, de rol die de alumni-associatie wil innemen, is inderdaad dat wij als adviesorgaan zouden kunnen fungeren. Maar in hoeverre wij inderdaad ook de gelegenheid krijgen en dat er naar de associatie geluisterd wordt, dat is wel ons doel. Maar ik denk dat dat een two-way stream is en dat we dus ook vanuit, ik denk dan aan de politiek, maar ook het bedrijfsleven, dat die ook openstaan voor informatie uit en ook de ondersteuning bieden. Niet alleen financieel, maar ook het meewerken aan onderzoek, dat ze dus op die manier samen tot die vooruitgang komen. Ja, Vincent, in de wereld heb ik dus gezien dus dat dit soort associaties vaak niet alleen worden ingezet door die universiteit zelf. Mm-hmm. Maar als je kijkt aan een batterij van deskundigheid die zich aansluit aan zo'n organisatie, is het een platform vaak voor overheden om zo'n associatie te benaderen van jongens, kijk, we hebben zoveel deskundigheid opgeleid in het land, kennen het land door en door. Dit zijn wat vraagstukken waarmee we zitten als overheid en we moeten beleid gaan maken. Let's have a one pager. Beetje weinig gevraagd voor zoveel deskundigheid. Zullen jullie die rol ook willen innemen in Suriname? Zeker tegen de achtergrond dat we met immens grote problemen zitten. Ja, natuurlijk. Ik denk dat een volwassen organisatie wil altijd dat soort rollen vervullen. En dat is ook het doel van deze associatie. Maar we moeten even een stapje terug. En dit initiatief is nu, wat we zeggen, vanwege die 50 jaar. En eigenlijk ook het besef van de alumni van, hey, we moeten bij elkaar komen. We moeten verbinden, zodat we een aantal ontwikkelingen kunnen gaan versnellen. En ik gaf misschien zo net ook aan wat laten we zeggen, het enthousiasme of de trigger is geweest. En doordat we ook met de universiteit beter zijn gaan communiceren, gaan kijken wat er gebeurt, hebben we gezien dat er nu een aantal
goede dingen gebeuren. Als we gaan kijken dat onderzoek, onderwijs en dienstverlening zijn de speerpunten nu van de universiteit. Toch? En dan bij wat Sabine ook zei, van als je dus als alumnivereniging die kennis die daar is, aantoonbaar van wat we hebben geleerd hebben kunnen transleren in de maatschappij, dan ga je inderdaad een bepaalde rol kunnen vervullen en als adviesraad kunnen dienen. Maar ik denk dat je eerst als organisatie moet je er eerst staan. En je moet eerst het vertrouwen hebben van de samenleving, draagvlak. En eerst van je eigen alumni. Dus we gaan het stap voor stap pakken. We zijn nu al blij dat we een voorlopig bestuur hebben. Stephen McEnroe, voorzitter van vereniging, directeur VSB. Is zelf ook een alumni. Die trekt nu als voorzitter de kaart. Ik ben zelf de secretaris. En Marina Bershawi, zij is fysiotherapeut op MBI. En docent op de faculteit medische wetenschappen. Die is als penningmeester. Wij zijn nu, laten we zeggen, even het voorlopig bestuur om de kaart te trekken. En we zijn nu al in gesprek met alumni en merken dat er enthousiasme is. Dus we willen het stap voor stap, voordat we inderdaad advies gaan geven of willen geven die rol, willen we eerst een sterke, gezonde organisatie. Ja, het is natuurlijk goed als je weet wat de mogelijkheden zijn, want dat triggert anderen om zich aan te sluiten. Dan dat het gewoon een praatclub was van, ah ja, ben leuk, ja, dat doen. Nou, dan doe je gewoon een reunie en denk banana's aan niet. Maar als het daadwerkelijk een functie heeft voor opbouw van één, die universiteit zelf, maar voor het land waar velen van de alumni van de ADEC hebben gekozen om in Suriname verder te werken. Misschien even daarbuiten geweest, gestudeerd, maar ze zijn terug. Dan denk ik wel dat het een trigger zal zijn voor anderen die zeggen van via zo'n platform een bijdrage leveren is toch wel goed. Precies. En vandaar dat we dus 25 augustus aanstaande de reunie hebben. We hebben het in de A3, zoals we nu worden genoemd, ADECUS Alumni Associatie en de ADEC Jubileumcommissie. Die organiseren dus de reunie aanstaande zaterdag in de ballroom van Torarica. Waar we dus inderdaad een aanzet gaan geven en gaan laten zien. Een presentatie geven door de A3 van waar we naartoe gaan. En wat onze doelen zijn en ook dat het een haalbaar doel is. En wat we nodig hebben, dus welke ondersteuning nodig is. En dat zal ons vertrekpunt zijn. We hebben al wat voor meetings gehad. En uit die meetings hebben we kunnen destilleren dat er inderdaad wat enthousiasme is. Er is ook heel wat, sceptisme noemen ze dat. Men is sceptisch van, oké, wordt het inderdaad een praatclub? Gaan we wel invloed kunnen uitoefenen? Weet je, al dat soort zaken. Maar als we nu al zien wat er gebeurt op die universiteit en natuurlijk de noodzaak, weten wij zeker dat we mensen gaan triggeren om. Ja, ik heb bijna hoor ik meneer Menke zeggen van, maar god, het probleem waarmee we zitten is vaak financiën. We hebben zoveel grote dromen bij de universiteit, we willen het uitvoeren. We zijn afhankelijk van die overheid qua budget, et cetera. Jongens, leuk dat jullie een club hebben. En het is leuk dat jullie elkaar weer ontmoeten na zoveel jaren. Maar advies, daar hebben we gedeeltelijk wel wat aan. Maar hoe staat het met die financiële bijdrage? Weer ook al, iedereen heeft zijn bedrijf, et cetera. Is dat misschien ook iets waar aan gedacht zal worden? Want de realiteit is dat die universiteit leidt onder wat financiële problemen. Ja. En Vincent werkt, en McEnroe werkt, et cetera, et cetera. En sommige van jullie verdienen aardig goed, dankzij de opleiding aan de universiteit. Ja, dus daarom noemen we het ook een fundraising en gaan we op zoek naar de alumni die inderdaad getriggerd worden om die ondersteuning te geven. Maar ik denk dat finance hoeft geen probleem te zijn als men weet waar men gestructureerd naartoe gaat. Waar gaat je geld naartoe? Is er hoop of is er een outlook dat er iets goeds gebeurt? En dat gaan wij laten zien van dat de universiteit inderdaad een beleid uitstippelt dat positief gaat werken voor de universiteit, voor degenen die nu daar studeren, ook voor de docenten, maar zeker ook voor onze eigen Surinaamse maatschappij. En dat weer, positief gaat werken op ons als alumni. Want de mensen die hun bedrijven hebben, die smachten naar kennis, naar kader,
op een bepaald niveau en die ook de context van ons land begrijpen. Want natuurlijk kunnen we mensen van buiten halen en consultants naar binnen halen die we ook moeten betalen, maar die vaak de context van ons land niet begrijpen. En ik zeg niet dat dat niet goed is, omdat je in Suriname wil leven op de wereld, dus het is belangrijk om die totale wereld te begrijpen. Maar als je je kennis, als we hebben geïnvesteerd in ons land, in die kennis, en we kunnen dat op een nuttige manier inzetten. En wat ik zeg, verbinden versnelt. We moeten gewoon verbindingen leggen, ook in het netwerk wat we nu hebben, zie je dat er een heleboel van onze, van mijn vrienden en alumni op strategische posten zitten, die een heleboel kunnen bewegen. Maar we weten nog te weinig van elkaar. Ja. En ook wat de universiteit nu al doet. Dus een van de belangrijke zaken nu is om dat herkenbaar en zichtbaar te maken. Daar een laten we zeggen, een strategie omheen te bedenken en dat ook uit te voeren. Dat denk ik dat we wel wat stappen kunnen zetten. En die poging willen we gewoon wagen. En we hebben er een heel goed gevoel bij. Nou, Sabine, er zijn gesprekken geweest met, neem ik aan, de leiding van de universiteit. Ja, dat De realiteit is ook dat vaak er vrees is wanneer die bundeling komt om te kijken van hoe kunnen we die universiteit ondersteunen. Want daarmee komen er soms ook kritieken op zaken die er misgaan. Vincent noemt wel wat positieve dingen. Maar een alumni-organisatie die zal soms wel komen en zeggen van ja, maar waarom doen jullie dit zo? Mm-hmm. Want kijk naar die universiteit. En dan heb je wel het gevoel soms, sommige mensen hebben dan wel het gevoel alsof je aan hun macht komt. Mm-hmm. Een beetje. Hoe zijn die gesprekken tot nu toe gelopen? Op zich tot nu toe goed. De voorzitter, meneer Menke, staat ook helemaal achter dit initiatief. In principe staan ze dus open voor dialoog en willen ze samenwerking aangaan. Maar ik wil er wel bij zeggen dat het de bedoeling is van de associatie dat we een zelfstandige vereniging worden. In die zin dat wij ook objectief en onafhankelijk kader kunnen inzetten. En natuurlijk ook ten behoeve van de universiteit, maar ook van de rest van de samenleving. En dat die link er zeker is met de universiteit. Ik bedoel, dat is duidelijk, zijn afkomsten. Maar dat wij wel onze bewegingsvrijheid hebben als alumni-associatie om objectief en neutraal in dialoog te gaan met de universiteit. En inderdaad ook de verbeterpunten kunnen bespreken en mogelijke alternatieven en strategieën, dat ze daar wel voor openstaan. En tot nu toe is dat wel gebleken uit gesprekken met de voorzitter. Dat klinkt mooi. Voordat we gaan naar de activiteit, kort, ja. Jubileumviering, ja. Commissie. Ik neem aan dat het niet blijft bij één. Er zijn wat activiteiten al geweest, ja. Neem ik aan. Ja. En wat kan Suriname verwachten rond het 50-jarig bestaan van de universiteit? Sowieso, dus de associatie zal geproclameerd worden op 1 november. Daarnaast start de PhD school van binnen het Institute for Graduate Studies, de GSR. Verder had hij nog enkele punten. Er komt nog een grote conferentie. Er is pas een grote conferentie geweest over slavery en dat was internationaal, dat was heel groot. We hebben afgelopen jaar, dus naar ook het jubileum toe, een kennisbeurs gehad. Waarbij de samenleving eigenlijk werd uitgenodigd om te kijken wat er allemaal gebeurt op de universiteit. En echt ook proefjes konden doen, los van het theoretische. En het programma, dat zal zeker nog in de media, zal worden gecommuniceerd met de samenleving. Dus er komen nog heel veel verschillende activiteiten aan. Ja. Het jubileumjaar is inderdaad tot 31 oktober 2019. Ja. Een groot, dus de DS dit jaar wordt ook op een heel alternatieve manier georganiseerd, 1 november. Ja. En daar zijn er een aantal activiteiten voor volgend jaar inderdaad. Ja. Ja. De komende 50 jaar, interessant is dat dus dit platform, deze associatie, input zal hebben. Zal, neem aan als het zo gemoedelijk tot nu toe gaat, de gesprekken, dan kunnen dat mooie 50 jaren worden. We kijken wel naar hoe versneld die universiteit zich zal moeten aanpassen aan technologie. En dan kijk ik naar de juiste persoon, Vincent.
aanbieden van online educatie, et cetera. De kleinste universiteiten in de wereld, daar kan je je bachelor online, je masters online, remote, zelfs je doctoraal tot een bepaald punt. Lopen we flink achter, ICT-wise, kijk ik naar jou. Dus daar zou ik niet echt inhoudelijk een uitspraak over kunnen doen. Maar ik heb gekeken naar waar is onze universiteit nu echt sterk in. Als we dat pakken, en dan zien we bijvoorbeeld die op internationale, op die culturele diversiteit. Diversiteit. Er is een onderzoek geweest, er is laatst een boek uitgebracht over de mozaïek van de Surinaamse samenleving. En dat is geheel door onze universiteit met wetenschappers uitgewerkt. Samen met het ABS. 18 auteurs hebben aan het boek gewerkt. En het is nu een wetenschappelijke basis dat wij als universiteit kunnen gaan gebruiken. Ook dat we regionaal en zelfs internationaal ons kunnen profileren. Dat is een van de dingen. Het tweede is de biodiversiteit, waar we nu een voorhoede rol in vervullen in de regio. De vijf Guyana-schildlanden. Daar we ook als Suriname en de universiteit een centrale rol in vervullen. Dat zijn eigenlijk zaken waar we ons nu op focussen van waar zijn we echt sterk in. En inderdaad, als je gaat kijken naar alle andere faciliteiten, want ICT is faciliterend. Dat zou je misschien iets verder willen zijn. Maar je kan die stappen zetten als je ook eerst waarin je goed bent niet ook gaat waarderen. En dat gaat het optimale uithalen. Ja. Is er een beetje een visie bij beide? Hoe de universiteit draait allemaal om geld. Maar we praten vaak over hoeveel talenten daar rondlopen, de wetenschappers, et cetera. Wat ik wel mis, is natuurlijk de overheid aan de ene kant. Die zegt van, ja, die universiteit kost me wel zoveel. Maar ik merk dat die overheid de universiteit niet inzet om eigenlijk een heleboel consultants die ze betalen, die ook een heleboel kosten. Je zou kunnen zeggen, universiteit, luister, doe jij dat werk, verdien jij dat geld. Maar ook de regio. We hebben net over twee punten gesproken, als verschillende bevolkingsgroepen, hoe we met elkaar leven, et cetera. Dat is a selling point, something we can sell. Maar zo is er ook, op basis, omdat we zo verschillend zijn en met wetenschap bezig zijn, denk ik toch dat de resultaten iets wat anders zullen zijn en belangrijk zijn voor de wereld. Om daarmee vrede binnen de wereld, et cetera, ja. Acceptatie, discriminatie, vraagstukken, et cetera, kunnen hier wel goed bediscussieerd worden. De verdiencapaciteit van de universiteit als wetenschappelijk instituut. Hoe kijken jullie ernaar? Laten we beginnen bij Sabine. Om zelfvoorzienend te zijn. Het was een mond vol waarin net verschillende aspecten werden aangehaald. Maar het stukje van het inzetten, inderdaad, van de kennis die we op de universiteit hebben, de professionals, mensen, het is hun vakgebied. Daar ben ik het absoluut mee eens dat het meer mag zijn. En ook dat er daadwerkelijk, dat de onderzoeksrapporten ook worden gebruikt, zeg maar. Want ik schrijf zelf ook rapporten en het is inderdaad nog een uitdaging om te zorgen dat daadwerkelijk de onderzoeksresultaten op een positieve manier worden geïmplementeerd of verwerkt worden bij het ontwikkelen van het beleid. Dus in dat opzicht denk ik dat we heel veel kosten zouden kunnen besparen, dat wetenschap in dienst van de overheid. Want eigenlijk zijn we, en dat is ook een van de dingen, we zeggen het over One Aardekust, maar we zijn ook één Suriname. En inderdaad, we zijn onderdeel van het ministerie van Onderwijs. En eigenlijk zouden wij meer die uitwisseling van of dat we elkaar aangeven van wat bieden jullie aan, welke onderzoeken zijn er al, want er is heel veel informatie. Maar het gaat dus erom dat er een beetje verzuiling, iedereen werkt in zijn eigen, binnen zijn eigen stramien en de communicatie onderling is nog niet optimaal. Dat we dus zeggen van laten we kijken wat er al is en waar hebben jullie informatie over nodig. En dat ook de studenten bijvoorbeeld ingezet kunnen worden, uiteraard onder professionele begeleiding. Maar dat studenten dus ingezet kunnen worden om verschillende onderzoeken te verrichten en over vraagstukken
rollen die spelen in de samenleving. Ja, onderzoek kost geld, maar precies. Wetenschap brengt ook veel geld op. Precies, dus ja. Ik bedoel, het is eigenlijk een win-win situatie als de universiteit ingezet wordt voor de ontwikkeling van Suriname. En de ontwikkeling van Suriname komt weer de universiteit ten goede. Dus het is hoe dan ook. Dus ik zou zeggen, om het financiële plaatje, zeg maar, de kosten te verminderen, dat we misschien zouden we inderdaad focal points binnen de universiteit of voor verschillende vlakken binnen de maatschappij en de verschillende ministeries, dat de communicatie wat beter wordt en dat we inderdaad data aan kunnen leveren en zo kosten kunnen verminderen. Ja, geen zin. Een concreet voorbeeld over geld verdienen. We weten dat laatst die Tua Oil van de trio's in Zuid-Suriname. Daar is ook wetenschap heeft een rol vervuld. En dat is ook een van de pijlers die de universiteit nu gaat aanpakken. Is dus kijken naar duurzame lokale productie van zaken. Wat je inderdaad merkt is dat de communicatie op de manier komt dat inderdaad op een juiste manier wordt het goed vertaald naar de samenleving en alle geledingen. En daar is dus ook een rol voor de alumni om daarin te helpen om inderdaad al die positieve dingen die er zijn op een juiste manier te vertalen naar de samenleving, te communiceren. Vaak zitten we ook in met samenwerkingen, is ook de manier waarop je mensen voor het voetlicht plaatst. Weet je, ik bedoel, we zijn allemaal mens en we willen wel eens op de juiste manier benaderd worden. En daar zal dus, ik denk dat zo'n vereniging een mooie brug kan slaan tussen dus die wetenschap en die samenleving. Wij als alumni die vaak in het veld al een paar jaar opereren, kunnen met de ervaring die we hebben daar ook op een juiste manier naar kijken. Ook naar studenten toe, ondersteunend zijn, hun te motiveren om door te gaan. Want de laatste cijfers zijn dat we maar 2% van onze bevolking heeft een wetenschappelijke opleiding gevolgd. Dus we moeten ook gaan kijken om hoe kunnen we stimuleren dat nog meer van ons op dit niveau willen gaan studeren. En niet kortzichtig alleen maar kijken van oké, noem me make more money, weet je, ondernemerschap is mooi en we moeten dat helemaal stimuleren. Zeker zelfstandig ondernemerschap, want klein middenbedrijf blijft nog steeds de belangrijke pijler. Maar een stukje wetenschapsbeleving of weten waar het om gaat, is ook belangrijk. Ja. Dus ik denk dat de universiteit inderdaad moet gaan werken aan een stukje zelf verdienen. Zoveel mogelijk onafhankelijk werken, hun eigen geld verdienen. Dat kan met hun dienstverlenende poot. Nou, de alumni kunnen daar een behoorlijke rol in vervullen. En laten zien dat we ook die universiteit die plek geven. En ik denk dat, zoals ik het al zei, die brug moet geslagen worden. En we zien dus inderdaad ook in de structuren van de universiteit, er is nu een afdeling internationalisering binnen de universiteit om ervoor te zorgen dat onze studenten worden gefaciliteerd om die buitenlandse ervaring op te doen. Je moet een beetje zien als topsport. Toch, we hebben heel veel talent ook in de topsport, maar even ik wil oefenen door de zee. Ja, meetmomenten. Meetmomenten heb je nodig. Dus ook voor wetenschap heb je die meetmomenten nodig. Nou, daar komt er een speciale unit voor. En dan kunnen wij als alumni gaan kijken van hoe kunnen we dat ondersteunen met ons netwerk daarbuiten. Eventueel ook met finance. En dan denk ik dat we inderdaad kunnen gaan zeggen dat we de komende 50 jaar inderdaad die universiteit naar het volgende niveau kunnen brengen. Ja. De activiteit op 25, wat gaat er gebeuren? 25 augustus aanstaande zaterdag is er dus een reunie. Cocktail fundraisings event waar we dus vanaf 6:30 onze gasten verwachten. Het programma is tot 10:00. We hebben een kort programma van ongeveer een uurtje waar we wat presentaties gaan hebben. We willen twee presentaties, één van de Adicus Alumni Associatie en een presentatie over digital transformation. Dat wordt gekoppeld ook aan een kort vraaggesprek met wat gasten die we gaan uitnodigen. En dat moet heel kort zijn. Net een soort TED-talk, weet je. Want we zijn daar eigenlijk voor die gezelligheid om elkaar weer te ontmoeten. Maar we vinden het toch belangrijk als alumni-organisatie om ook even die diepgang te brengen. Daarna gaan we een open podium hebben. Dus we nodigen alumni uit om alvast nu na te denken over alle leuke herinneringen.
Daar willen we dus ook een uurtje aan besteden. En dan is het gezellig met elkaar gaan netwerken. We hebben ook studenten willen we uitnodigen aanwezig te zijn. Omdat die studenten dan een kennis kunnen maken met een paar toppers die er zijn. Die je gaat herkennen als alumni. En direct gaan praten over jouw uitdaging of over je droom. Dat wordt het zo een beetje. Ja, en dus niet alleen de mensen die bij de universiteit hebben gestudeerd, maar ook mensen die de universiteit een warm hart toedragen. Het is in eerste instantie een fundraisingsactiviteit in verband met de jubileumviering. Maar tegelijkertijd is het dus een moment wat we aangegrepen om weer eigenlijk de adekus feeling weer tot leven te roepen van ai. De universiteit heeft toch wel bijgedragen aan de vorming. En ja, door een kaart te kopen kan je dus zeg maar de universiteit steunen en tegelijkertijd genieten van een mooie avond met diepgang, maar ook heel veel gezelligheid. Ja. Ja. Goed, succes. Interessant. En we wensen natuurlijk niet alleen de universiteit succes, maar dit initiatief. We hopen dat de twee handen in één zullen maken dat de komende 50 jaar succesvolle 50 jaar zullen zijn. Ja, dankjewel. Hartelijk dank. U heeft dat gehoord. Hoe mooi zou het niet zijn als alle bedrijven waar althans de eigenaar of mensen aan de top van zo'n bedrijf afkomstig zijn van ADEC, wanneer je research moet doen, et cetera, de ADEC zelf het werk geeft, dan denk ik, en in plaats van buitenlandse consultants betalen, de kennis is daar, dan denk ik dat we een van de grootste problemen waarmee onze universiteit te kampen heeft, financiële problemen, dat we dat oplossen en dat we zoveel meer kunnen investeren in de universiteit. En trots kunnen zijn om te zeggen van dit is de Universiteit van Suriname. Zoals andere landen dat ook presenteren als ze zijn hun trots. De plaats waar wetenschap wordt bedreven. De plaats waar mensen Surinamers worden opgeleid. Om dit mooie land ook weer eens op te bouwen. We gaan eruit voor deze aflevering. Goedenavond.